Welkom allemaal bij deze nieuwe YouTube-clip. Dit is de nieuwe voorspellingreeks voor het jaar 2023. De lang verwachte voorspellingenreeks. Ik ben dankbaar dat u mij volgt. Ontzettend bedankt dat u mij dit jaar ook weer supportte. Heel veel voorspellingen die ik heb gedaan zijn uitgekomen. Ik doe maandelijks voorspellingen voor de komende weken en maanden. En 9 van de 10 voorspellingen komen uit. Waardoor mensen dus zien dat helderziendheid, het zesde zintuig, bestaat. En ook zien dat ik geen oplichter ben. En dat het niet zomaar een beetje flauwekul is. De toekomst kun je niet in scène zetten. Dat gebeurt of dat gebeurt niet. Voordat ik begin met de voorspellingen voor 2023, wil ik u zomaar een handgreep laten zien van een aantal voorspellingen die ook uit zijn gekomen. Er zijn tientallen voorspellingen uitgekomen, maar ik kan natuurlijk maar een aantal noemen, want anders dan is dat natuurlijk te veel en dat gaat dan weer ten koste van de nieuwe voorspellingen voor 2023. Ik voorspelde in mijn jaarvoorspelling voor 2022. Ik lees ze even op hier, want anders vergeet ik het zelf nog allemaal wat ik voorspeld heb. Het is overigens allemaal openlijk nog te zien op YouTube. Ik heb dat openlijk voorspeld met publicatiedatum erbij. En daarna ook weer, als het uitgekomen is, kwam ik daar ook weer op terug. En mensen schrijven ook vaak, als er weer een nieuw filmpje is, alle voorspellingen op. En dan kunnen ze bijhouden of het uitkomt, wel of dan niet. En dank u wel dat u mij er vaak ook weer op patent maakt. Robert, er is weer een voorspelling uitgekomen. Om een voorbeeld te noemen, mijn jaarvoorspelling die nog steeds openlijk op YouTube staat, die je ook terug kunt zien voor 2022, voorspelde ik dat we te maken krijgen met een wijd verspreidende virusuitbraak onder mensen die huiduitslag en blaarachtige verschijnselen geeft. Een soort blaasjes, een pokkenachtig virus noemde ik het. Dit is 5 maanden later uitgekomen, de apenpokken. En dit had helaas niemand zien aankomen, ook wetenschappers niet. En daardoor zaten we ook even met z'n allen met de handen in het haar van, oh, wat moeten we nu doen? Het verspreidde zich ineens en mensen waren er eigenlijk niet op voorbereid. Ik voorspelde ook een tweede voorspelling, is dat ik voorspelde dat er binnen de komende maanden bij een politieinval een kind wordt gevonden dat al een hele lange tijd, jaren zit opgesloten in een huis in een kamertje. En ik zweefde met mijn helderziendheid boven Nederland en Duitsland. Een beetje ertussenin, eigenlijk precies ertussenin. En ik zag dat het heel breed in de pers zou komen in 2022 in Nederland en Duitsland. Dit is op 23 september uitgekomen. In Duitsland zeer dicht bij de Nederlandse grens, bij Limburg. En dat is dus echt heel bijzonder dat dus, het is natuurlijk een niet veel voorkomend iets wat dan toch heel gedetailleerd uitkomt. Nog een voorspelling was dat, ik lees hem even voor, ik voorspelde mijn jaarvoorspelling dat binnen de komende maanden er een grote orkaan over Puerto Rico zou gaan. En dit is helaas uitgekomen op 18 september 2022. Allemaal nog terug te zien op YouTube dat ik dat voorspeld heb. Ik voorspelde ook dat Queen Elizabeth zou overlijden in het jaar 2022. En heel precies kon ik zien dat ze in de tweede helft van het jaar zou overlijden. En dat is helaas gebeurd. God bless her soul. Ik voorspelde dat koningin Elizabeth helaas zou komen te overlijden binnen de periode van de tweede helft van 2020. En dat is dus helaas gebeurd op 8 september 2022. Dus inderdaad in de tweede helft van het jaar, precies. Ik voorspelde ook, misschien weet u het nog, ik kreeg elke keer beelden door van een.
Ik doe ook elke maand voorspellingen voor de komende weken en maanden. Door het jaar heen ook. Dus dan moet je een marge nemen van de komende weken en maanden. Kan dat uitkomen wat ik voorspel? Dus actualiteiten uit de toekomst die ik binnenkrijg. Ik zag heel de tijd een man die een gang aan het graven was. In de grond, echt een gang aan het graven was. Stiekem en bedolven werd onder het zand. Een vreemd beeld. En ik zag dat het de hele wereld best zou halen. Nou, dat is dus heel bizar. Ik zal het even voorlezen. Ik voorspelde dat er binnen de komende weken iemand bedolven zou worden onder het zand door een eigen gegraven tunnel. En ik zag dat dit breed in de wereldpers zou komen. Nou, dit is dus op 12 augustus uitgekomen en breed in de media gekomen. Dat was een man die was inderdaad een gang aan het graven in 2022. Onder de grond door om bij een bank geld te kunnen stelen. En die gang is dus ingestort en die zat dus bedolven. En criminele vrienden van hem, die hebben toen het medische personeel, ambulancepersoneel moeten waarschuwen. En toen is die man dus door brandweer en alles bevrijd kunnen worden. Dus, maar dat is natuurlijk een heel opmerkelijk iets, een niet veel voorkomend iets. En dat had ik ook gezien. Ik had ook voorspeld dat er binnen de komende weken en maanden een groot vliegtuigongeluk zou gebeuren. Waar een groot vliegtuig zou neerstorten, net wel, net niet in het water. En dat er grote blauwe letters op het vliegtuig stonden. Nou, dit is dus op 24 september uitgekomen. Dat is een vliegtuig neergestort, een groot vliegtuig. Net wel, net niet in het water, met grote blauwe letters erop. Voor de helft in het water en voor de helft niet. Heel bizar. Dat is heel bizar. Wat ik ook zag in mijn jaarvoorspelling voor 2022, u zult het zich misschien nog wel herinneren, toen ik mijn jaarvoorspelling deed voor 2022, zag ik ineens heel duidelijk dat de wereldberoemde Mona Lisa aangevallen zou worden, besmeurd zou worden. En dat dat breed in de wereldpers zou komen. Nou, dat is helaas gebeurd. Er zijn zelfs beelden van gemaakt die de hele wereld overgingen. CNN, BBC. En die voorspelling is dus ook uitgekomen. Nou, dit is maar een kleine greep van alle voorspellingen die uit zijn gekomen. Ik neem even een slokje. En dan ga ik nu beginnen met de voorspellingen. Ik heb er opgeschreven voor 2023. Daar ga ik nu de voorspellingen voor doen. Om te beginnen begin ik bij het Koningshuis. Het Koningshuis van Engeland. Ik heb gezien dat Prins Andrew ineens in zware depressies komt. En helaas een zelfmoordpoging gaat doen. Het lijkt wel een overdosis met tabletten of zo. In elk geval, ik zie een zelfmoordpoging. Overdosis tabletten. Ik zie ook dat Charles zich, dat heb ik ook opgeschreven hier, even kijken. Anders vergeet ik het allemaal. Ik zie dat Charles zich ook steeds meer tegen Prins Andrew gaat keren. Het komt ook in de pers dat Andrew psychische problemen heeft. Dat gaat in de pers komen in 2023. Ik zie dat Charles uiteindelijk ook depressief wordt en openlijk daarover zal praten in de media. Ik zie dat Charles uiteindelijk niet zo heel lang koning zal blijven. Uiteindelijk zal hij niet zo heel lang koning blijven. En komt er iemand op de troon waar men het niet zo sterk van verwacht, maar die mocht het toch. En wat ik zie als ik naar het Nederlandse koningshuis switch, dan zie ik heel duidelijk dat Amalia gaat in het buitenland wonen. Die gaat verhuizen, emigreren en die gaat in het buitenland wonen in het jaar 2023.
Op het gebied van sport, ik heb hier wat puntjes opgeschreven. Op het gebied van sport, de Formule 1 zie ik, ja, en dat is een beetje een moeilijke naam, maar die zie ik, dat is Charles Lecruz. Dat schrijf je als CHARLES. En dan achternaam LECLERC. En ik zie een ongeluk bij hem. Een heel heftig ongeluk of een heel verdrietig nieuwsbericht wat ineens naar buiten komt over hem. Wat ik ook zie is een conflict bij de Formule 1 2023. Ik zie dus een ongeluk bij deze coureur die ik net noemde. Een ongeluk sowieso voor 2023, een heftig, verdrietig nieuwsbericht. Maar ik zie ook ja, in elk geval een heel heftig, verdrietig nieuwsbericht over hem. Maar wat ik ook zie is in zijn algemeen een conflict bij de Formule 1. Kan er ook een handgemeen uitlopen tussen de autocoureurs. Dus dat valt me ook ineens op. Wat ik zie als ik naar de wereld kijk, zie ik dat veel voedseltekort zal zijn. Heel veel voedseltekort. Dat er echt problemen komen met voedseltekort. Echt voedseltekort. Dus het is heel raar. China is eigenlijk een welvarend land. Maar ik zie toch heel duidelijk dat China ook heel bizar voedseltekorten zal hebben. En ook elders in de wereld veel voedseltekorten. Veel voedseltekorten. En ik zie dat we een jaar krijgen, het jaar 2023, waarin ja, oogsten heel slecht zullen zijn. Slechte oogsten zie ik. Dus dat is wel even een probleem. Ik hoop dat ik me daarin vergis. Ja, ik zie het nu weer. En ik zie het nu ook weer dat ik het al een paar keer puntjes daarover heb opgeschreven. Ik voel echt van ja, sowieso ook voor Nederland, maar elders in de wereld, dat het een slecht jaar wordt voor gewassen en oogsten. Heel duidelijk. Even kijken wat ik nog meer heb gezien. Even wat berichten die ik binnenkreeg opgeschreven. Ja, ik zie ineens heel veel onrust op een treinstation in Den Haag. Heel veel paniek. Dat heb ik gezien afgelopen week toen ik ging mediteren en ging kijken wat krijg ik binnen voor het jaar 2023. Ik heb het hier opgeschreven. Ik zie ineens veel onrust op een treinstation in Den Haag. Ik zie ook dat er een nieuwe veeziekte komt in het jaar 2023. Waardoor we ineens opgeschrikt worden. En ik zie ook ineens een aanval, lijkt wel een soort terroristische aanval, ja, op een gay gelegenheid in Nederland of in Duitsland. Ik voel ineens onrust en dat is het eerste wat ik heel duidelijk zie. Ja, dat lees ik nu ook weer, dat had ik ook opgeschreven. Ik zie ook heel duidelijk voor 2023, dat zag ik van de week ook in mijn meditatie heel duidelijk, iets bizars met een parachutist. Ja, die op een of andere manier midden in de stad of midden in het centrum van de stad naar beneden komt, landt of iets heel heftigs. Ik hoop geen ongeluk. Ja, wat ineens. Ja, heel breed in het nieuws komt. Wat ik ook zie is voor 2023. Tijd is heel moeilijk in te schatten. Hè, dus het moet dan maar ook precies in dat jaar gebeuren. Maar ik zie in het jaar 2023 ineens twee vliegtuigen op elkaar botsen.
En dat zijn echt vliegtuigen, type vliegtuigen die bij Schiphol landen. Dus grote vliegtuigen. Zie ik heel duidelijk op elkaar botsen. Wat ja, heel breed de pers haalt. Waar toch heel veel mensen, ja, wat heel veel gemoederen ja, bezig zal houden. Van goh, wat erg, wat heftig. Even kijken. Ik heb meerdere puntjes opgeschreven. Dit staat ook allemaal in de paravisie. En ook allerlei andere interessante voorspellingen weer van andere Nederlandse prognosten. Dus koop de paravisie, want het is altijd heel interessant om bij te houden. Ja, wat ik ook heel duidelijk zie is. Ja, wat ik zie bij Rusland en de Oekraïne, zie ik heel duidelijk, ja, dat zie ik voorlopig nog problematisch blijven. Maar ik zie ook dat op een of andere manier, ja, Rusland of zo een of andere vieze bom laten ontploffen of laten neerkomen. Misschien met nucleaire deeltjes erin of ziekmakende deeltjes of gifgas, ik weet het niet precies. Ik heb hier de puntjes opgeschreven die ik heb gezien. En ja, als ik nu weer kijk, zeg maar, van wat ik afgelopen week zag toen ik me daarop ging concentreren, dan zie ik dus inderdaad een soort gifwolk of een wolk, heel duidelijk. En ik zie een kerncentrale in brand staan. Niet zo erg als toen met Tsjernobyl, maar ik zie een kerncentrale in brand staan. Heel apart. Dat is ook allemaal wat ik zie heel duidelijk. Ja, dat zag ik ook. Ik weet niet of dat de maand december is waar we nu in zitten, of dat het de maand december is aan het einde van dit jaar. Maar ik zie heel duidelijk maand december heel zwaar. Ik krijg een heel zwaar gevoel. Dus of in deze maand december gaat er iets heel ergs gebeuren. Wat heel veel gemoederen bezighoudt. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Of in december aan het einde van het jaar 2023 bedoel ik. Aan het einde van het jaar 2023 misschien. Maar ja. Ja, ik blijf een sterke dreiging voelen rondom Poetin. Ik voelde de afgelopen maanden al dat de dreiging heel groot was. Dat het zou kunnen dat er een aanslag op hem gepleegd wordt. Want hij is, ja, ik voel echt serieuze plannen. Maar ik zie op een of andere manier dat er, ja, ik blijf voelen, er gaat een aanslag op hem komen. Heel duidelijk. Ja, dat blijf ik zien. Even kijken, puntjes die ik heb opgeschreven. Ja, wat ik ook, dat was heel frappant wat ik zag afgelopen week toen ik me ging concentreren. Wat puntjes opgeschreven en daar zag ik inderdaad dat echt in 2023 ineens een verhitte discussie ontstaat of kaarsjes in de kerken en in de kapellen nog wel mogen. Of dat niet beter is dat daar gewoon kunstlichtjes komen te staan. Van die kunstlichtjes die gewoon, ja, je kent ze wel met zo'n knopje eronder, met zo'n batterijtje erin. Ik ben Action kopen en noem maar op. Maar zoiets, ja, voor het brandgevaar. Er gaat een soort discussie komen over ja, het brandgevaar van kaarsjes in kapelletjes en in kerken. En ja, of dat dan niet beter is dat er kunstmatige lichtjes komen. Ja, ik vind in een kerk horen gewoon echte kaarsen en in kapelletjes. Maar goed, zoiets zie ik. Ja, wat ik ook heel duidelijk zag is, ik zie Jan Smit. Ja, die gaat een soort levensbeschouwend boek schrijven. Ik heb die puntjes hier opgeschreven wat ik van de week zag. Ja, een soort levensbeschrijvend boek wil hij gaan schrijven. En dat heeft te maken, ja, met wat echte liefde is
Een emotionele geborgenheid en waar het echt om gaat in het leven. En ik zie dat Lisa Plath, zeg maar, de vrouw van Jan Smit, het voorwoord zal schrijven. Dus zoiets komt, in elk geval zoiets hangt in de lucht. Ik zie bij het Songfestival dat Nederland dit keer een vrij goede kans maakt. Heel apart. Wat ik ook zag afgelopen week toen ik me erop instelde. Zag ik voor het jaar 2022, zag ik heel duidelijk Bo van Ervedoorns, ik heb het ook opgeschreven, zag ik heel duidelijk, even kijken, ik heb die staan, ja, dat hij, ik zie hem ineens, ja, ik zie hem dus presenteren op tv, maar ik zie dat één vinger in het verband zit of in... Ja, het gips, ik weet niet hoe ik het moet zien, een soort verband of grote pleister eromheen. En het kan zijn dat hij een vinger breekt of dat hij gewond raakt aan een vinger, waarmee hij dus met iets wits, iets van ja, verbandpleisterachtig om zijn vinger zit te presenteren. Heel apart, dat zie ik komen voor het jaar 2023. Even kijken. Ja, een hele bekende voetballer, dat heb ik ook opgeschreven hier, zie ik ineens dat hij moet stoppen met voetballen omdat hij zijn teen breekt. Hij breekt zijn grote teen. En ja, dat komt breed in het nieuws. Hij moet ineens stoppen. Dat zie ik heel duidelijk. Ik zie ook. Ja, ik zie ineens een auto plotseling tv-opnames verstoren. En ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren. Ik heb het opgeschreven van wat ik van de week zag. Ja, een auto die tv-opnames verstoort. Nou, ik hoop niet dat het betekent dat er een auto op een cameraploeg of zo inrijdt of een auto een studio binnenrijdt. Maar ja, een auto die... TV-opnames verstoren, krijg ik de hele tijd door. En ik zie ook, dat heb ik ook opgeschreven, ik zag afgelopen week ook tijdens mijn meditatie heel duidelijk een heftige aanval met zuur of hete koffie of thee. En dat lijkt wel politiek gerelateerd. Dus het kan in Den Haag zijn, of het kan zijn dat een politicus ineens ja, iets in zijn gezicht gegooid krijgt. Ik hoop het niet. Ja, dat zijn dingen die wens je niemand toe. Ik zie ook, en dat vind ik een heel naar beeld, dat Sigrid Kaag, dat er iemand is die Sigrid Kaag wil aanvallen met een scherp voorwerp. Iemand die Sigrid Kaag aan wil vallen met iets scherps. Het lijkt wel een steekbeweging. Ik hoop echt dat dat niet zo is. Dat zou ik echt heel, ja. Ik bedoel, wat je van iemand vindt, ik zit hier niet om politieke meningen en of het nou wel of niet goed is wat iemand zegt, maar ja, moord, dat gaat natuurlijk heel ver. Ja, je mag natuurlijk wel protesteren en zeggen we zijn het niet meer eens, maar ja, om iemand dingen aan te doen is toch wel heel erg. Ja, en wat ik ook zie, toch heel duidelijk is. Echt een dreiging om John van de Heuvel heen. Hij heeft gelukkig hele goede beveiliging, maar ik zie echt duidelijk een dreiging. Ik heb het hier ook opgeschreven, wat ik zag. En ik zie elke keer een dreiging die een connectie heeft met België en Spanje. Als het gaat om ja, John van de Heuvel. Nou, laten we een schietgebed doen dat hij beschermd is. En. Ik zie ook heel duidelijk, dat heb ik ook gezien, dat zie ik nu weer heel duidelijk, is een herseninfarct of een hersenbloeding of herseninfarct, ja, of beroerte voor bij Joe Biden. Bij Joe Biden, ik zie dat heel duidelijk, dat blijf ik maar zien. 2023, heel duidelijk. Even kijken, ik heb hier nog wat puntjes opgeschreven. Ja,
Bij de boeren, ja, dat zag ik heel duidelijk. Ik heb hier de puntjes opgeschreven. Bij de boeren zie ik heel duidelijk. Ja, het hele stikstofprobleem. Even kijken hoor. Ja, ik zie op een of andere manier dat met dat hele stikstofprobleem, dat er op malafide wijze gegoocheld is met getallen en cijfers en berekeningen. Die niet kloppen. En deze dingen gaan aan het licht komen. En dat is uiteindelijk pakt dat positief uit voor de boeren. Het is een soort, ja, ik zie een soort overwinning daarbij. Heel duidelijk. Ja. Ja. En ik zie ook op het gebied van uitvindingen, dat heb ik hier ook opgeschreven. Bij uitvindingen zie ik voor 2023 een pil komen die in één klap eigenlijk in een heel snel tempo velerlei huidziektes kan bestrijden. Een soort celvernieuwend middel. Heel bijzonder. Dus dat is heel hoopgevend. Ik zie dat Marco Borsato een soort rehabilitatie gaat krijgen. En ik zie ook ja, dat hij op een of andere manier ineens met een lied komt. Wat gaat over smaad en laster, wat je elkaar niet aan moet doen. He, dus ik ga niet zeggen of het waar is wat ze zeggen of niet waar. Ik ben geen rechter en ik werk niet bij de politie, dus dit is niet mijn pakje aan. He, dus dat is heel simpel. Alleen ik zie dat hij met een dat hij een soort comeback toch gaat maken. En ja, dat hij dus iets. Ja. Ja, dat hij dus ja, een lied over dat thema gaat zingen. Bijzonder, maar we gaan het in de gaten houden. Heel ja, apart allemaal. Wat ik ook zie is heel duidelijk. Ik heb dat een tijd terug ook al gezien, maar ik heb allemaal het idee dat het in 2023 echt gaat gebeuren. En dat is een heel groot schandaal wat met het Vaticaan te maken heeft. En dat heeft iets te maken met witwaspraktijken. Witwaspraktijken, ja, die vanuit het Vaticaan zijn gebeurd of vanuit een geestelijke die daar werkt, maar in elk geval heel duidelijk, ja, witwaspraktijken krijg ik heel duidelijk. Ik heb nog wat puntjes opgeschreven. Ja, ik zie heel duidelijk dat cannabis eigenlijk in heel Europa legaal gemaakt gaat worden. Dat er een soort legalisering gaat komen met cannabis, wat dus echt, ja. Wiet, cannabis, wat allemaal heel dat soort dingen bepaalde drugs, wordt legaal. Heel, echt in heel Europa. Bepaalde delen in Europa, niet heel Europa, maar ineens verschillende delen tegelijk in Europa, laat ik het zo zeggen, zie ik het gelegaliseerd worden. Ja, wat ik ook heb gezien, dat zie ik nu ook dat ik dat op heb geschreven, is ja, China. China heeft toch wel echte idealen of plannen om, ja, om zoveel mogelijk macht over de wereld te krijgen. Dat blijf ik toch voelen. En ik zie ook heel duidelijk dat ja, China een soort zeeconflict krijgt, eilandenzeeconflict krijgt met Taiwan. Op een of andere manier zie ik heel duidelijk daar ja, conflicten in ontstaan. Ja, wat zie ik nou toch? Ik zie ineens
Vuur, dat zie ik nu ineens spontaan, lijkt vuur wat over de grond rolt. Dat heeft niet met China te maken nou, of met Taiwan, dat is iets anders. Het lijkt wel een soort lavastroom, maar heel groot. Echt wat heel, wat gewoon een heel, het gewoon een hele dorp of een hele stad weg lijkt te vagen. Echt een enorme lavastroom zie ik komen in het jaar 2023. Heel groot. Valt me ineens heel duidelijk op. Ja. Ja, nu zie ik het weer, ja. Ja, wat ik ook heel duidelijk zie is dat er gelukkig heel veel positieve ontwikkelingen komen op het gebied van gelijke rechten. Dat iedereen gelijk is en ja, ook financieel. Ja, gaan er heel veel beerputten open in 2023. Dat zit er echt aan te komen. Er gaat een totaal, ja, nieuw geldsysteem komen. Mensen moeten een totaal. Mensen komen eigenlijk in een soort beweging van een soort revolutie. Dus mensen beginnen eigenlijk op te staan en hun eigen weten te krijgen. Ook zal in 2023 er veel meer bekend worden over leven op andere planeten en over intelligent buitenaards leven. Wat ik zie, dat is even iets naars. Ik zie ineens dat een Irakees een aanslag wilt plegen. Hier in Nederland, in zijn uppie, een Irakees die ineens op mensen afloopt of ergens naar binnen loopt, die ineens een aanslag pleegt. Het is heel vervelend, maar dat zie ik op een of andere manier. Verder voel ik wel dat. Ja. Dat zie ik nou weer, dat eigenlijk ook. Mensen. In dit land, maar ook in andere landen, elkaar steeds meer gaan helpen. En ook steeds meer gaan voelen zelf vanuit hun intuïtie. Wat is echt belangrijk in het leven? Waar gaat het om? Er vindt een enorme energetische uitzuivering plaats. Ja, met. Heel veel landen, maar ook met heel veel elite machten die eigenlijk vanuit leugen regeerden. Dat gaat allemaal nou met de billen bloot eigenlijk. En dat is iets wat in 2023 zich verder zal voltrekken. Gaat een heel groot geheim naar buiten komen in 2023, wat te maken heeft met de oppermacht van alle. Politiek over de hele wereld eigenlijk. Ik voel iets heel groots. Ik kan het niet benoemen, maar iets heel groots wat gaat komen. Bill Cosby. Je weet wel van vroeger, van die serie. Maar hè, die acteur en die heeft in de gevangenis gezeten. Ja, maar ik zie op een of andere manier ineens. Ja, het lijkt wel alsof die plotseling overlijdt in 2023. Ik zie ineens. Ik krijg zo'n koud gevoel. Ik hoop dat ik me vergis, maar het valt me wel op. Verdrietig gevoel bij. Laten we hopen en bidden dat ik me daar maar in vergis, maar het valt me wel op. Ja, dat zijn de grillen van helderziendheid, dat je dus ook dingen ziet die je niet wil zien. Even kijken of ik nog iets moest zeggen. Nee, dit is het wel voor 2023.
Dank u wel voor het kijken. In 2023 een leuke bijkomstigheid is dat Johan Flemings, die heeft het pand van de Sterrenwacht gekocht hier in Hoeve. Ik had Johan Flemings, heb ik, ja, daar had ik al een tijdje contact mee. En toen zei ik van, goh, door de telefoon, is het niks voor jou om dat pand hier in Hoeve van de Sterrenwacht, want dat staat al 25 jaar leeg inmiddels. En ik heb daar als kind al het vrijwilligerswerk gedaan. Als jongvolwassene van 14 tot mijn 18e ongeveer, denk ik. Is dat niks voor jou, Johan? Je bent een creatieveling. Wil je daar niet in investeren? Kan ik dat niet overdragen aan jou dat je dat. Dat je daar iets mee gaat doen. En toen heb ik Luc van Molenkaat gebeld. Want Johan die zei meteen, ja, dat lijkt me fantastisch. En nou ja, goed, ik heb dus toen gevraagd bij Molenkaat, ja, staat dat nog te koop? Is dat nog beschikbaar, de Sterrenwacht? Nou ja, zei hij, dus laat Johan maar bellen. En toen heeft Johan gebeld en die heeft dat dus nu gekocht. En het komende jaar ja, gaan we daar iets heel moois van maken. En ook ja, gaan daar programma-opnames plaatsvinden. En ja, gaat Johan ook met mij samen een spiritueel programma produceren. Waarin dus ook getoond wordt aan mensen ja, dat helderziendheid bestaat. En ja, dat mijn voorspellingen heel vaak uitkomen, maar ook het contact met overledenen. Dus ik ga ook readings aan mensen geven. Zo op straat of zo, hè, bijvoorbeeld. Dat mensen gewoon, ik spontane mensen toeloop. Dat je dus ook gewoon ziet dat er niks van tevoren uitgezocht kan zijn. Dus unexpected, ineens voor mensen sta en vertel wat ik zie, wat ik voel. Ik denk dat het ook het mooiste is en het zuiverste is om het zo te laten zien. Dus we gaan mensen een inkijkje geven in de spirituele keuken en in de andere dimensies. En het gaat een, ja, een groot, mooi spiritueel centrum worden, maar ook waar tv-opnames gemaakt worden, maar ook waarin er een heel groot gedeelte zal zijn wat gaat ook over de ruimte, over de wetenschap, over UFO's, het bestaan van UFO's, waar het Pentagon nu allemaal mee komt. Hè. Er speelt heel veel in de wereld over buitenaards leven, piloten, astronauten zelfs, die ja, openlijk ervoor uitkomen dat ze UFO's hebben gezien. Nou, daar, ja, dat soort lezingen gaan allemaal georganiseerd worden daar. Misschien wel astronauten die komen spreken. Energetisch gaan er mooie dingen komen. Ja, dat soort dingen gaan allemaal gebeuren. Tiny houses eromheen. Mensen kunnen ook overnachten als ze willen. In elk geval, die plannen zijn er. Johan, die, ja, die kan heel creatief zijn. Echt ja, op een Efteling-niveau. Die heeft al heel veel mooie dingen tot werkelijkheid gebracht. En ja, ik ben ontzettend blij dat hij het gekocht heeft. Een bommer was wel, dat heeft u misschien ook gezien afgelopen weken in het nieuws, dat, ja, dat de Sterrenwacht dus gekraakt is. Dat er dus krakers in zitten, recent. Nou ja, krakers kun je het eigenlijk niet noemen. Het zijn eigenlijk inbrekers, want het is verkocht, de Sterrenwacht. En het is dus eigendom van Johan, zowel het huis wat ernaast staat als de Sterrenwacht zelf. Dus het is inbraak, het is eigenlijk een woningoverval. Want de spullen die eigendom zijn van Johan, zoals het huis wat ernaast staat en de Sterrenwacht zelf, het enorme gebouw, ja, dat is van Johan, dat is zijn eigendom. Hij heeft daar penning 16 voor betaald, om het zo maar te zeggen. Dus dat kan niet. Daar mogen geen krakers in zitten. En dus ja, daar is vandaag een kort geding voor geweest. En donderdag is de uitspraak daarover. Maar ja, die gaan er gewoon uit. En het is Johan zijn eigendom. En dan kunnen we eindelijk beginnen met ja, onze plannen daar, die Johan en ik hebben. Wat.
Dus ja, dat is allemaal heel positief. Dat is op zich allemaal fijn. Alleen, ja, ik had ook voorspeld in mijn jaarvoorspelling dat Johan Flemings te maken zou kunnen krijgen met een woningoverval. Of dat spullen van hem afhandig gemaakt konden worden ineens. Nou ja, dat is dus gebeurd. Johan, die herinnerde mij daaraan van Robert. Je hebt gelijk gehad, want de Sterrenwacht is mijn eigendom nu, hè, dat pand van de Sterrenwacht. En dus het is inbraak en ze hebben dus zijn spullen in beslag genomen. De krakers, zijn huis, zijn pand. Dus ja, het is dus echt inderdaad ja, in spullen van hem ja, daar in feite afhandig gemaakt. Dat zei ik, dat was mijn voorspelling. Ik zei een woningoverval of dat spullen afhandig gemaakt werden van hem. Nou ja, ze hebben dus de woning van Johan afhandig gemaakt en het gebouw van hem afhandig gemaakt en gestolen in feite. En dat wordt nu bezet, nog steeds. Dat is een gijzeling eigenlijk. En dus die voorspelling is uitgekomen. Ik wist dat zelf niet eens meer, maar inderdaad, ze zijn dan naar binnen gegaan, ze hebben opengebroken en ook zijn huis is opengebroken. Het pand wat ernaast staat is in beslag genomen, is afhandig gemaakt. Nou ja, dus, maar goed, dat gaat goed komen, lieve mensen. Dat komt goed, daar wordt aan gewerkt op het moment. En ik vind het heel leuk dat, ja, dat we dit nu gaan doen. En ik hoop u natuurlijk, als de Sterrenwacht straks, of de Sterrenwacht, het gebouw daar, wat in een hele mooie bosrijke omgeving ligt, helemaal klaar is, dat we u mogen verwelkomen daar. En dat u mooie groeiprocessen mee mag maken, mooie spirituele ervaringen mag krijgen. En ja, het is iets heel moois. En ook in Hoeve, zo hè, ik woon in Hoeve. Ik woonde vroeger, ik ben als kind natuurlijk ook opgegroeid in Hoeve. Dat is mijn woonplaats. Ik heb een tijd in Bossehoofd gewoond. En nu woon ik in Hoeve. En ja, dat Sterrenwacht is natuurlijk in Hoeve. En als kind, ja, kwam ik daar al. Ik vond het altijd heel mysterieus. Het is ook echt zo'n plek daar. Nou, het zou me niet verbazen als daar een keer echt een UFO landt of echt iets buitenaards gebeurt. Omdat het, ja, die sfeer hangt daar gewoon. Dat was als kind al daar. Ja, daar hangt iets. Maar goed. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik wens u alvast vanaf deze zijde een heel goed 2023 toe. Maar ik hoop u voor die tijd dat nog ook nog extra toe te kunnen wensen en filmpjes te maken weer. Maar ontzettend bedankt en ik zie u graag terug in een volgende YouTube-clip. Tot ziens.